echte lekkerbekken weet al langer dat je in Oostende heerlijke visgerechten kan eten. Maar nu dagen de vissers de Oostendse chefkoks uit. Kunnen de chefs met minder gekende Noordzeevissen een smakelijk en vernieuwend gerecht creëren? Dat is de uitdaging. Want straks komen de vissers proeven. Vandaag draait alles rond de Rode Poon en die is op zijn best van november tot maart. Hier hebben we dan de Rode Poon. Een hele lekkere vis. Overal te vangen in de Noordzee. We hebben ze ook in verschillende soorten. Maar de grote soort, de kleine soort. Wij prefereren de kleine soort. Wij bakken ze gewoon als visser op het velletje. Ik daag de chef uit om ze een keer op een andere manier te doen voor mij. Voilà, de Rode Poon. Een vis waar ik graag mee werk. Het is een vettige vis. Het is een Noordzeevis. We gaan er vandaag een koude en een warme bereiding mee maken. Enerzijds een tartaar met zure room en zeekral. Dan de warme bereiding is met handgerolde couscous en knolselder. Voor de warme bereiding heb ik al de knolselder opgezet in de helft water, de helft melk. En voor de koude bereiding gaan we eerst een granité maken van groene selder. Wat chardonnay zijn erbij. Een scheutje vodka en zout. Die is nu gemixt. Wat passeren. We gaan die wel laten opsteven in de vriezer. De granité zit in de diepvries. Knolselder is bijna haar, maar we gaan eerst de Rode Poon fileren. Dus hier kun je mooi de graad volgen. Het seizoen is eigenlijk nu. Begin in november tot maart. Dus voor de tartaar gaan we het vel verwijderen. Dan mooi de graad eruit snijden. We gaan het even zo in de diepvries steken. Kleine 10 minuutjes, dat dat wat kan hard worden. Dan kun je daar mooie brunoise van snijden. Goed, voor de warme bereiding gaan we ook de graten verwijderen, maar niet het vel. Dus we gaan de vis op het vel bakken. Mooi krokant. Dit gaan we straks bakken. We gaan even checken voor onze knolselder. Die is mooi haar. Dat is een thermomix-toestel, maar thuis kunt u dat ook met een gewone mixer doen. We gaan wat peper en zout en dan een beetje zure room voor de fraîcheur. Dus mooi fris. Klein beetje jus ook gebruiken. Onze knolselder is nu mooi glad en we gaan die in een spuitzak doen, zodat we straks mooie puntjes kunnen zetten. Deze leggen we even aan de kant voor straks. En nu gaan we de crème van zeekraal maken voor bij de koude bereiding. Dus ik heb water opgezet die aan het koken is, wat zout erbij. De zeekraal is kort opkoken en direct afkoelen in ijswater. Onze zeekraal gaan we nu opmonteren tot een mayonaise. Dus een beetje rijstazijn erbij. Een eiwit. Wat peper. Zeekraal is nu mooi gebonden. Heeft echt de structuur van mayonaise. We gaan deze ook in de spuitzak doen om straks mooie punten te zetten. Dus onze couscous. Dat is handgerolde couscous. Dat is ietsje dikker dan de gewone couscous die je in de winkel vindt. We gaan die koken in dubbel zoveel water of dat je couscous hebt. Juist eens laten opkoken en het vuur afzetten en dan zwelt de couscous van zichzelf. We gaan dan nu onze tartaar snijden van de Rode Poon. Die heeft nu even in de diepvries gezeten en dat is ideaal om te snijden. Dan kun je er mooi doorgaan. We gaan er wat peper in onder snijden. Peper.
En zout. Klein beetje olijfolie. Wat rijstazijn erbij. En dat gaat ook de vis een beetje garen. Ook wat citroensap. En de zestes van citroen. Voor echt een mooie fraîcheur te hebben. Lekker. We gaan die even aan de kant zetten. Onze couscous is ook klaar. Het water is helemaal opgenomen. Dus de korrel, de couscous, is mooi gezwollen. We gaan enkel nog de vis bakken en dan het koude gerecht al dresseren. Peper en zout. We gaan die op een plaat bakken hier, maar je kunt dat perfect thuis ook in een pan bakken. Kijk, en de vis krult hem een beetje door zijn versheid. Als vis vers is, laat dat hem krullen. Het vel is nu mooi krokant. We gaan die nu een minuutje of twee haren onder salamander. Dit is onze tartaar. Crème van zeekraal. Dan heb ik hier wat zure room opgewerkt met citroensap. Zeekraal die ook gemarineerd is. Een beetje romanesco. Hier nog wat gepofte couscous. Om het krokant in je gerecht te hebben. En nu de granité. Die is mooi hard. We gaan er nog wat wilde rucola bij leggen. Die wij zelf in de duinen van Bredene gaan plukken. We hebben hier onze crème van knolselder. Dus we hebben romanesco met boter. Onze rode poon, die dus onder de salamander mooi gehaard is. Bij het warme gerecht gaan we ook de kokkels serveren. En als laatste wat roze peper, mooi voor garnituur. Zal dit bordje onze vissers kunnen overtuigen? Dag, chef. Zo, heren. Eerste bereiding van de rode poon. Met groene selder, zure room en zeekraal. Magnifiek. Lekker frisse. Amai, dat is super, zeg. Lekker, chef. De warme bereiding van de rode poon. Lekker. Lekker visje, dat is de smaak. Ja, ja, dat is smaak. Ja. Dat rode, een rode poontje. Op de rode poontje. Op de rode poontje. Gewoon lekker. A los tandijze. Nog tot 30 september 2014 in de deelnemende Oostense restaurants. Kom proeven.